De opvang voor leerlingen en studenten in Paramaribo is vreselijk slecht. Woorden van NPS-parlementariër Patricia Etnel gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee. In haar spreekbeurt verwees ze naar de studentenopvang aan de Jagannath Lajmanstraat, die al enkele jaren gesloten is. Etnel heeft graag dat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur uitleg komt geven over de internaten die onder zijn beheer vallen. Het internaat is dicht. Ik weet niet waarom. Het was een hulp voor een heleboel jongeren. Ik vind het heel zielig, heel erg. Wat is er aan de hand? De opvang van onze jongeren is een probleem. Etnel gaf verder aan dat er ook veel problemen zijn binnen het speciaal onderwijs. Investeringen blijven volgens haar uit. Etnel krijgt het gevoel alsof deze kinderen aan hun lot worden overgelaten. Het is een probleem van elke regering. Ik weet niet waarom er niet geïnvesteerd wordt in het speciaal onderwijs. Het lijkt alsof we die kinderen gewoon aan hun lot overlaten. Ze breden de gawans koro, de leerwans sani. Ze zijn echt, het lijkt alsof we die kinderen gewoon in de steek laten. Er wordt zo weinig geïnvesteerd in het speciaal onderwijs. En dan wil ik niet praten over de begeleiding van onze kinderen. Op scholen, er zijn een heleboel problemen. Een heleboel problemen op scholen. Kinderen komen met de hibbies vanuit het gezin naar school. En het is een zorgpunt. Etnel pleit ook voor een goede begeleiding van meisjes, gezien de vele gevallen waarbij meisjes van huis weglopen. De begeleiding over liefde moet nu veel eerder beginnen. Verder pleit Etnel voor veel meer voorlichting vanuit het onderwijs.